merk maar, dan komt ze ook niet toe. Kom aan deze kant, Charlotte, kom maar. Meneer Wilde. Dag. Wat is dit? Dit zijn ze, dit zijn Marjolein. Ja, nou, dit zijn volgens mij rond de 36.000 ondersteuningsverklaringen om dadelijk aangifte te gaan doen tegen premier Rutte wegens discriminatie van de Nederlanders. Discriminatie betekent dat je volgens de wet mensen achterstelt ten onrechte ten aanzien van andere personen. En dat gebeurt. Dat hebben we in de Kamer ook proberen uit te vechten met de premier. En premier Rutte, als ik een paar voorbeelden mag noemen, die laat bijvoorbeeld Nederlanders voor hun boodschappen dadelijk 50% meer btw betalen, terwijl de buitenlandse beleggers geen 0% dividendbelasting meer hoeven te betalen. Maar hij regelt ook dat asielzoekers in Nederland geen ziektekostenpremie hoeven te betalen, geen eigen risico hebben, zich niet hoeven bij te verzekeren voor fysiotherapie of maagzuurremmers of wat dan ook, terwijl Nederlanders daar grof voor moeten betalen, dan wel verzekeringen voor moeten afsluiten, ook een eigen risico hebben. Zo zijn er honderden voorbeelden die wij op een website hebben gezet, waar mensen zelf ook, en ook dat hebben we bij ons, honderden voorbeelden van mensen zelf die wij niet eens op de website hebben gezet, van mensen zeggen, meneer Wilders, we worden hier ook gediscrimineerd. Bijvoorbeeld een echtpaar wat zei, mijn vrouw moet nu naar een verzorgingshuis en we worden van elkaar gescheiden, terwijl vreemdelingen zomaar wel aan gezinshereniging mogen doen en daar een gratis woning van krijgen. Wat is dat voor een discriminatie? Nou, dit is strafbaar, crimineel gedrag wat ons betreft van premier Rutte. En we gaan nou met steun van tienduizenden Nederlanders aangifte tegen hem doen.